Ja, daar zijn we weer. We gaan weer even met de klok verder. Had ik jullie in een vorig instructiefilmpje al beloofd. Daarin werd de halve klok weer even uitgelegd. Maar jullie zijn stiekem al wat verder, want jullie zijn de Kanja Club, dat weten jullie, de Kanja Klas. Jullie hebben ook kwart voor en kwart over al een beetje gehad. Komen we straks ook nog even, maar we gaan het eerst eventjes oefenen. Hoe laat is het, en dan moet ik hem wel heel precies neerzetten natuurlijk, hoe laat is het hier? Wie weet het? Zeg het maar even hardop. Ah, dat denken jullie. Nou, dat klopt. Het is inderdaad 1 uur. Hartstikke goed. We gaan even door. Dat hebben jullie in het vorige instructiefilmpje gehad. Hoe laat is het hier? De grote wijzer is naar beneden. Dat betekent. En de kleine wijzer staat tussen de 1 en de 2. Hij is halverwege op weg naar. Nu heb ik het al bijna verraden, geloof ik, hè? Het is, zeg het maar even hardop. Ja, 2:30. Inderdaad, knap van jullie. We draaien hem even flink door. Hoe laat is het hier? Je ziet de grote wijzer weer naar beneden staan. En de kleine wijzer is op weg naar de 4. Hij staat tussen de 3 en de 4 in. Hoe laat is het hier? Zeg het maar even hardop. En volgens mij hoorde ik er een goede tussen zitten. 4:30 inderdaad. Knap van jullie. Maar nu een moeilijkere. We hebben hem in de klas gehad en ik heb het jullie uitgelegd. De kleine wijzer verklapt nu nog meer eigenlijk. Hij staat net voor de 4. Echt net. Een stukje. En dat kleine stukje verklapt de grote wijzer weer. Die verklapt dat het kwart. Oh, wacht even. Ik mag het niet verraden. Hij staat voor de 4. Heb ik het nu verraden? Of begrijpen jullie het? Hoe laat is het hier? Zeg het maar even hardop. 4:15. Want hij staat er net voor. 4 inderdaad. Het is bijna 4 uur. Hij gaat omhoog en kijk, het is inderdaad 4 uur. Nu gaat de klok weer verder. Hé, we zijn aan de andere kant gekomen. Daar was het 4:15. Ik ben heel benieuwd hoe laat het nu is dan. Hij is over de 4 heen gezakt. Hij is net een klein stukje voorbij de 4. Hoe laat is het hier? Zeg het maar eens even hardop. Ik heb hem gehoord. Volgens mij hoorde ik jullie inderdaad 4:15 zeggen. Hartstikke knap. Bravo. En weer een applausje voor jezelf. Kijk dit filmpje gerust nog een keer terug. Waarin we weer even opnieuw een paar dingetjes van de klok hebben bekeken. Knap van jullie. Kanja Club. Blijf oefenen.